Amsterdamse heren, kijkers. Van harte welkom bij deze aflevering. Fijn dat u er weer bent om te luisteren naar de juridische uitleg die ik u elke twee weken presenteer in dit programma De Jure. Vandaag wil ik u vertellen over artikel 140 van de Grondwet. Artikel 140 van de Grondwet die handelt over politieke ambtsdragers. Wat wordt er in dit artikel gezegd? Artikel 140 van de Grondwet zegt: politieke ambtsdragers die staan terecht voor het Hof van Justitie voor misdrijven die zij in hun betrekking plegen. Nogmaals, politieke ambtsdragers die staan terecht voor het Hof van Justitie voor misdrijven die zij in hun betrekking in hun ambt plegen. Laat ik hierbij enige uitleg geven. U weet, er zijn twee rechtsinstanties. Dat is het kantongerecht. Als u als burger zich schuldig maakt aan een misdrijf, dan wordt u berecht in eerste aanleg. U wordt gedagvaard voor het kantongerecht, voor de grievie der kantongerechte strafzaken. En als u bij het kantongerecht bent veroordeeld en u bent het niet eens met uw straf, dan kunt u bij het Hof van Justitie in hoger beroep gaan. Bij het kantongerecht is er één rechter die zich buigt over uw zaak. Bij het Hof van Justitie dan zijn dat drie rechters. Het Hof bestaat namelijk elke kamer die zich buigt over een zaak, dat wordt voorgezeten door drie rechters. Maar artikel 140 van de Grondwet heeft dus voor politieke ambtsdragers vanwege hun ambt, vanwege de hoogheid van het ambt, een bepaalde uitzonderingspositie benoemd. En die positie is dus dat een politieke ambtsdrager die een misdrijf pleegt in zijn betrekking, dus in zijn ambt, gelijk terecht staat voor het Hof van Justitie. Maar er is nog meer wat artikel 140 van de Grondwet zegt. Het Openbaar Ministerie kan namelijk niet zomaar gaan en zeggen: politieke ambtsdrager, ik ga u dagvaarden om te verschijnen bij het Hof van Justitie. Dat kan het Openbaar Ministerie niet doen, omdat artikel 140 van de Grondwet zegt dat er eerst iets moet gebeuren. De politieke ambtsdrager moet in staat van beschuldiging worden gesteld. Dus voordat het Openbaar Ministerie de politieke ambtsdrager wil vervolgen bij het Hof van Justitie, moet de politieke ambtsdrager eerst in staat van beschuldiging worden gesteld. En artikel 140 van de Grondwet zegt dat dat bij wet moet gebeuren. En daarom is dus in het jaar 2001, het is gepubliceerd in het Staatsblad van het jaar 2001, nummer 72, is toen in het leven geroepen de wet in staat van beschuldigingstelling politieke ambtsdragers. Omdat artikel 140 van de Grondwet dat voorschrijft. Vandaag wil ik u dus een beetje uitleggen over deze wet, die in het jaar 2001 tot stand is gekomen. En deze wet definieert wie politieke ambtsdragers zijn. Want niet iedereen die een ambt bekleedt binnen de overheid, binnen het staatsbestel, is een politieke ambtsdrager. Deze wet noemt specifiek een bepaalde groep personen die als politieke ambtsdrager gedefinieerd kunnen worden. Dat is dus de president van de Republiek Suriname. Volgens deze wet is hij gedefinieerd als politieke ambtsdrager. De vicepresident, de ministers, de onderministers en leden van een volksvertegenwoordigend orgaan die op grond van de Grondwet dus gekozen zijn. Kortweg leden van de Nationale Assemblée. Deze vijf groepen worden dus gedefinieerd volgens deze wet staat van beschuldigingstelling politieke ambtsdragers
als er zijn personen die vallen binnen de categorie. Maar er is nog een groepje, want deze wet zegt ook, de gewezen politieke ambtsdrager valt ook onder deze wet. Dat is dus allemaal te lezen in de wet in staat van beschuldigingsstelling politieke ambtsdragers, gepubliceerd 2001 nummer 72 in het Staatsblad voor hen die dat willen opzoeken. Hoe gebeurt de verdere handeling dan als het Openbaar Ministerie, vertegenwoordigd door de procureur-generaal, van mening is dat de politieke ambtsdrager vervolgd moet worden? Wat zou er dan moeten gebeuren? De procureur-generaal zal dan het verzoek moeten doen aan de Nationale Assemblee. En hoe wordt dat verzoek gedaan? Schriftelijk natuurlijk. Er wordt kort een omschrijving gegeven van de misdrijven waarvan het Openbaar Ministerie van mening is dat de politieke ambtsdrager zich daaraan zou hebben schuldig gemaakt. Korte omschrijving van de misdrijven, de artikelen en de wetten waar je dat zou moeten vinden. En dan wordt zo'n verzoek kort omschreven ingediend bij de Nationale Assemblee. En de Nationale Assemblee die zal zich dan buigen over dit verzoek. Er wordt dan ingesteld een commissie van onderzoek. De Nationale Assemblee zal binnen 90 dagen na de indiening van dit verzoek van het Openbaar Ministerie moeten beslissen. Als de commissie van onderzoek zegt dat er nog feiten onderzocht moeten worden in het buitenland, er is wat aanvullende informatie nodig, dan zegt deze wet dat de termijn verlengd mag worden tot 150 dagen. En als binnen de 90, dan wel de 150 dagen, geen beslissing is genomen van de Nationale Assemblee, dan moet het Openbaar Ministerie ervan uitgaan, verzoek is afgewezen. Dat staat allemaal in de wet, in staat beschuldigingsstelling politieke ambtsdragers. Uiteraard moet degene, de politieke ambtsdrager, ten aanzien van wie het verzoek is gedaan, opgeroepen worden om gehoord te worden. Het hoorbeginsel is een essentieel recht dat een verdachte altijd heeft. En ook in dit geval zal de politieke ambtsdrager in de gelegenheid gesteld worden om gehoord te worden. En dan gaat het Openbaar Ministerie dus een beslissing moeten nemen, een eindbeslissing. Het hoeft niet binnen 90 dagen. Het Openbaar Ministerie kan ook zeggen, wij beslissen aanstonds. Het staat allemaal geregeld in de wet. Wat ook van belang is om te weten, is dat deze wet in het jaar 2007 is deze wet aangepast. En waarom? Internationale verdragen die zeggen dat elke verdachte het recht heeft om in een hoger beroep te gaan, om zijn zaak opnieuw te laten beoordelen door een andere instantie. Want je kunt niet verdacht zijn, veroordeeld zijn en dan zijn al je kansen verkeken. Het internationaal recht en de internationale verdragen, de American Convention on Human Rights, het BUPO-verdrag, dat stelt dat elke verdachte recht heeft op een behandeling van zijn zaak in een hogere instantie. En ik heb u uitgelegd, we hebben twee instanties, het kantongerecht en het Hof van Justitie. Een burger die veroordeeld is bij het kantongerecht, die kan bij het Hof van Justitie in hoger beroep. Maar de politieke ambtsdrager, die dus gelijk bij de hoogste instantie vervolgd wordt, bij het Hof van Justitie, die zou dan geen andere mogelijkheid hebben om in hoger beroep te gaan. En daarom is in het jaar 2007 deze wet aangepast. De aanpassing houdt in dat de politieke ambtsdrager, die na in staat van beschuldiging te zijn gesteld, gedagvaard wordt bij het Hof van Justitie en daar veroordeeld wordt en het niet eens is met zijn veroordeling, dan mag de politieke ambtsdrager dus
in hoger beroep gaan, ook bij het Hof van Justitie, maar dat hoger beroep dat behandeld zal worden voor de politieke ambtsdrager, daar zullen niet 3 rechters zijn, maar 5 rechters. Dat is dus de hoger beroep instantie voor de politieke ambtsdrager. Bij het Hof van Justitie zijn er 3 rechters, maar in hoger beroep wordt de zaak beoordeeld door 5 rechters. Waarbij wel de bepaling is dat deze 5 rechters die in de hoger beroepfase voor de politieke ambtsdrager de zaak beoordelen, zij mogen zich eerder niet hebben bezig gehouden met deze zaak. U merkt het, er is een verschil tussen de burger die dus een misdrijf pleegt met de wijze van berechting, en er is een andere weg voor de politieke ambtsdrager vanwege, zoals de memorie van toelichting op deze wetten het zegt, vanwege de hoogheid van het ambt van de politieke ambtsdrager. Als deze ongelijkheid weggewerkt zou moeten worden, met dien verstande dat dus de politieke ambtsdrager, zoals elke burger van het land, door het Openbaar Ministerie zonder tussenkomst van de Nationale Assemblée gedagvaard zou mogen worden voor misdrijven die zijn gepleegd, dan zou er een aanpassing van de grondwet moeten komen. Omdat namelijk, zoals ik u zei aan het begin, het is de grondwet, artikel 140, die bepaalt dat de politieke ambtsdrager op deze wijze vervolgd moet worden. Voor een wijziging van de grondwet, dat weet u, daar is een 2/3 meerderheid voor vereist. Mogelijk nieuw werk voor de Nationale Assemblée om zich te buigen over dit onderwerp. Moet artikel 140 gewijzigd worden of niet? Het wordt een mooie discussie. Ik dank u voor het luisteren. Hopelijk hebt u er veel van opgestoken. En tot over 2 weken. Dank u.